hebben jullie zin om even mee te kijken hoe het eruit gaat zien? Op dit moment staan we bij het busstation aan de stadszijde van de nieuwe terminal. En als u met mij meegaat, die kant op. Dit wordt de zijgevel van het station. Hierachter ligt de centrumzijde. Vanaf eind september kunnen we in één beweging 300 meter die kant oplopen naar helemaal naar de andere kant van het station. Dit is een nieuw stukje openbaar vervoerterminal. Waar we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt hebben. En dit gaat over een maand gaat dit open. En dat betekent dan dat bijna alle reizigers die vanaf de ene kant van het station naar de andere kant moeten en van en naar de treinen door dit stukje nieuw station gaan lopen. Wellicht is het een beetje lastig om daar een voorstelling van te maken hoe het er precies uit gaat zien. Maar daarvoor neem ik jullie graag mee naar de andere kant van het station, waar we begin dit jaar al een hele bouwstap hebben afgerond. En daar kunt u precies zien hoe het er hier ook ongeveer over een maand uit gaat zien. Dit is een plek op de nieuwe terminal waar je heel mooi de look en feel van de eindsituatie kunt zien. Transparante zijkanten, mooie doorzichtige winkelunits aan de zijkanten van het station, veel ruimte in het midden. Dan denkt u van dat valt wel mee, maar al deze winkels die zijn tijdelijk, die gaan weg. Daarachter ziet u een tijdelijke wand en voor het beeld het station wordt ongeveer twee keer zo breed als wat u nu ziet.